Dokter Straat, in deze aflevering van Acura gaan we het hebben over een borstvergroting. Ik heb begrepen dat het de meest voorkomende ingreep is eigenlijk, klopt dat? Borstvergroting is in ieder geval in mijn praktijk de meest voorkomende ingreep, ja, absoluut. Kunt u eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat als een patiënt zich hier meldt bij Acura? Nou, als een patiënt zich hier meldt bij Acura, dan worden ze vervolgens afspraak gemaakt bij mij als plastisch chirurg. Ik verleen diensten ook voor de kliniek van Acura hier in Weert. En als de patiënten dan een gesprek met mij hebben gehad en ze willen die operatie ondergaan, dan worden de patiënten vervolgens geopereerd in Nijmegen, eigenlijk Groesbeek. Dat is op de grens van Nijmegen en Groesbeek in een ziekenhuis, ziekenhuis Dekkerswald, waar ze in goede handen zijn. Bij zo'n consult hè, dan zijn natuurlijk veel vragen. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Wat begint u dan mee? Nou, de intake, dus het gesprek met de patiënt, is eigenlijk heel erg gecentreerd op wat de patiënt's wensen zijn, de patiënt's voorstellingen en verwachtingen van de patiënt. En dat wordt vervolgens gestaafd met de werkelijkheid, gekeken wat is er echt mogelijk, wat is er niet mogelijk om te realiseren. En dat wordt dan uitgebreid in een plan besproken samen met de patiënt, altijd goed in samenspraak met elkaar. En als ik het idee heb dat we van beide kanten een resultaat kunnen gaan bereiken wat er verwacht wordt, dan kunnen we verder gaan. Ja. Wat zijn de mogelijkheden bij een borstvergroting? Nou, een borstvergroting, de meeste mensen die voor een borstvergroting komen, zullen ook echt een pure borstvergroting krijgen. Er zijn er mensen die een borstvergroting willen, maar die eigenlijk een borst hebben waar te veel huid zit of te veel weefsel, wat te veel hangt, waar ze ook nog een borstlift nodig hebben. En dus het hangt een beetje van geval tot geval af. Veel verhalen op internet die gaan over borstvergroting, waarbij mensen zeggen van ja, dit is het beste of dat is het beste, maar dat geldt eigenlijk helemaal niet op in de werkelijke praktijk, omdat iedereen individueel anders is. Dus je kan nooit zeggen van nou, dat is het beste in alle situaties, dan zou het gewoon een heel makkelijk vak worden. Daarom is het persoonlijk advies daarin zo belangrijk. Persoonlijk advies is eigenlijk het belangrijkste stuk van de hele behandeling. Als het consult, het gesprek met de patiënt, de mogelijkheden analyseren en dan dat de patiënt uiteindelijk een goed gevoel erbij heeft dat ze ook echt iets krijgt wat ze zelf wil. Mm-hmm. Ja. Als dan toch wordt gekozen voor een borstvergroting, of jullie zijn er samen over uit, zijn er nog verschillende mogelijkheden in modellen in? Ja, dus een borstvergroting kan op verschillende modellen. Sommige vrouwen willen graag heel natuurlijke borsten hebben. Als je iemand een hele natuurlijke borst wil hebben en je hebt van jezelf niet zo heel veel weefsel, bent relatief plat, dan is het, als je een rond implantaat gaat gebruiken, kan dat vrij snel wat er rond van boven uitzien. En dan hebben we daar nog oplossingen bij ronde implantaten om dat implantaat deels onder de spier te zetten. We noemen dat dual plane techniek. Daarmee kun je uiteindelijk toch een heel mooi resultaat nog krijgen wat heel natuurlijk is. Als iemand zegt ik wil zo natuurlijk mogelijk en er mag echt helemaal niks van zien of het zo min mogelijk van zien dat het een namaak is, dan kiezen we toch voor een druppelvormig implantaat. En kan dat dan ook al geprobeerd worden met modellen of testen? Ja, dus vervolgens wordt tijdens het consult dan bij het lichamelijk onderzoek de patiënt nog een BH aangetrokken en dan kunnen verschillende modellen, verschillende maten passen. En vervolgens wordt in een spiegel gekeken wat echt waar mensen het meest gelukkig bij voelen. Ja. Zitten er nog risico's verbonden aan een borstvergroting? Er zijn een hele rits risico's aan verbonden aan een borstvergroting. Daarom is het heel belangrijk dat mensen dat stuk van het verhaal wat aan het einde van het consult gedaan wordt ook goed luisteren. Het is het andere verhaal dan dat iemand die naar een kapper gaat. Dat leg ik ook op die manier altijd wel uit. Ik zeg het is wel degelijk een operatie. Ik ben toch een uur onder narcose met alle risico's die eraan verbonden zijn. Gelukkig zijn die tegenwoordig heel klein, die risico's. En die zijn heel beperkt, maar ze bestaan uiteraard wel. Buiten de narcose risico's zijn er nog risico's dat je ooit een keer opnieuw geopereerd zou moeten gaan worden. De implantaten hebben een super lange levensduur. Dat kan 5, 10, 20, 30 jaar meegaan. Je weet het niet van tevoren welk implantaat hoe lang meegaat. Maar we weten wel op een grote groep patiënten dat er van de 100 implantaten na 10 jaar nog 94 intact zijn. Dus na een periode van 10 jaar zouden er 6 kapot kunnen zijn. Als dat zo is, moeten ze vervangen worden. Ja, dan is een andere operatie wel weer mogelijk. Dan is een andere operatie mogelijk en ook nodig dan. En de mensen merken dat meestal niet
In sommige gevallen niet direct dat die kapot is. En in sommige gevallen wel. Als het kapot is en je merkt het niet, is dat geen direct gevaar voor het lichaam. Zoals we nu de stand van zaken is in de wetenschap, wat we weten. Er zitten geen giftige stoffen in. Want anders zou de implantaat ook niet gebruikt mogen worden. Nee. Ja, dus in het overal klinkt het nou alsof een borstvergroting veel risico's met zich meebrengt. Maar gelukkig is in de praktijk het aantal complicaties en problemen wat gebeurt ligt 1-2%. En het mooie is van de borstvergroting is dat degenen die daar met een wijs besluit over hebben genomen en dat bewust hebben gekozen, dat de overal tevredenheid uiteindelijk hoger dan 99% is. Dus het is een hele succesvolle operatie. Zeg, als dan een operatie is uitgevoerd en de patiënt gaat naar huis, hoe lang duurt het dan voordat je hersteld bent? Of weer je gewoon alledaagse dingen kunt doen? Nou, het hele herstel wil zeggen dat het herstel 6 weken duurt. Dat betekent ook dat ze 6 weken lang niet mogen tillen, geen zware dingen heffen, geen sporten doen en ook 6 weken netjes een sport-BH moeten dragen. En in sommige gevallen ook een band daarbij. De meeste mensen die administratieve werkzaamheden doen, kunnen na 1 of 2 weken weer aan de slag. Maar dat is ook verschillend van de een met de ander. De een herstelt snel, de ander herstelt minder snel. Dan heb je natuurlijk het verhaal van de pijn. Dat je moet echt op rekenen dat het, als het onder de spier of dual plane techniek gebruikt wordt, dat het meer pijnlijk is. Dat de pijn best wel heftig kan zijn. En dat er ook goede pijnstilling voor is. En dat die pijnstilling ook echt netjes ingenomen moet worden. Volgens het schema wat voorgeschreven is. En het zal een beetje als een soort druk aanvoelen. Alsof het een gewicht, alsof het een olifant op de borstkas staat in het overdreven geval. Ja. Tot slot, misschien hebt u een advies voor degene die toch overwegen, die denken ik wil ook een borstvergroting. Ja, uiteraard heb je adviezen voor vrouwen die een borstvergroting overwegen. Op zich, natuurlijk, de vrouwen gaat het ook om dat ze mooi zijn of voelen ze, of prettig of fijn voelen. Maar het meest belangrijke is eigenlijk van het verhaal dat het vrouwen niet alleen doen om mooi te zijn, want daar ga je niet al die pijn voor aan. En het lijden en de lange en de herstelperiode en dergelijke. En de hele operatie bij narcose. De vrouwen komen omdat ze echt een probleem met zichzelf hebben. Omdat ze zich niet goed in hun vel voelen zitten. Omdat ze zich niet compleet voelen. Omdat ze zich niet vrouwelijk voelen. Ze schamen zich. En ze durft zich niet in bikini te tonen, ze durft niet met de kinderen te gaan zwemmen. Dat zijn dit soort verhalen wat ik dagelijks in de praktijk hoor. En het is eigenlijk zelden dat je mensen hoort die alleen maar zeggen ik wil alleen maar grote borsten hebben. Dat is niet het standaard verhaal. Dus het belangrijke advies is dat mensen die keuze voor zichzelf goed overwegen. Dat ze het doen als ze het voor zichzelf goed voelen. Dat ze het zelf zeggen, ik wil het echt voor mezelf doen. Ook niet doen omdat iemand anders het vindt dat het nodig is, of een partner. Dat zie ik gelukkig maar zelden in de praktijk gebeuren.